Het ministerie van Volksgezondheid was niet op de hoogte van de aangekondigde opnamestop van het 's Lands Hospitaal en komt vandaag in spoedberaad met de ziekenhuisdirecties. De problemen betreffen vooral betalingen en tariefsaanpassingen waaraan de regering prioriteit geeft. Er is geen opnamestop bij het AZP en MMC en de samenleving kan deze diensten blijven gebruiken. Na het overleg zal het ministerie verdere informatie verstrekken en roept op tot rust. President Chandrika Prasad Santokhi heeft een update ontvangen over de voortgang van 20 projecten binnen het samenwerkingsprogramma tussen Suriname en India. De projecten richten zich op sectoren zoals infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. Tijdens een bijeenkomst besprak de president belemmeringen en benadrukte het belang van resultaatgerichte uitvoering, duidelijke verantwoordelijkheid per project en een strikte tijdsplanning. Komende week volgt een vervolgvergadering met alle projectvoorzitters. Tijdens de huldigingsceremonie voor 124 gepensioneerde politieambtenaren heeft een anonieme Nederlandse donateur via Stichting OOM muzieknotenboeken geschonken aan de politiekapel. Kapelmeester inspecteur Marlon Vakkers nam de boeken in ontvangst en bedankte namens de 32 leden tellende kapel, de gullegever. De boeken, samengesteld door het Rias Music Institute, werden overhandigd door OOM-bestuurslid Bhagwan Gangaram Pandey. Korpschef Brian Isaacs feliciteerde de gepensioneerden en sprak zijn waardering uit voor hun inzet.